We zijn weer onderweg naar de filmset. We gaan naar de filmset, een echte film, Diederik. Leuk. De Beentjes van Sint Hildegard, daar speelt Herman Vinkens in mee, Johanna ter Stegen in mee, Leonie de Braak speelt erin mee, Thea Kroes, onze eigen Thea Kroes speelt erin mee, speelt een demente bejaarde volgens mij. Speelt? Ah, dat moet eruit, dat kan niet. Nee, Pam. Beentjes van Sint Hildegard in de voertaal is talent. Beentjes van Sint Hildegard dus. En de voertaal is Twents. Johan Nijenhuis, regisseur. Ja, dat ben ook Twents pro, nou nee. Ik doe mijn beste. Ja? Ja. Geert er dan een beetje? Nou, in het begin kost wat knooien, maar nu drie weken geen smid geert wat best. Maar je moet ook uit 30 jaar in Amsterdam en dan verleer je dat toch, of niet? Ja, maar ik heb toch ergens nog een geetje de kop voor het allemaal in weg zit. Nee, als hij ouder wordt, dan blijft dat een beetje hangen. Dat is mooi. Je vult nu in een Baard Bentheim in het kasteel. Wat, waarom eigenlijk? In het verhaal geeft Jan, gespeeld door Herman, net over de grens. Of een Pool uit dat. Ja, aan de andere kant van Pool, ja, in de Prussen. Ja. En dan hebben we hier een ontmoeting met zijn zoon en zijn dochter. Mooi, mooie locatie in elk geval. Ik ben nu zo'n beetje drie weken Gengs met de film. Lep een beetje. Ja, Tevreden? Heel tevreden. Ja, 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 geen best. Ja. Ja. Herman Vinkens, hoe lept? Mooi, ja. Het weer zit vandaag een beetje ting. Een beetje buig en veel wind. Ja, maar heimangst toch? Dat heimangst. Ja, tot nu toe, dit is de zomde drijdag. Je hebt de 6 hard en toen hadden we alleen maar mooi weer. En vanaf morgen kreeg ik alleen maar skiën weer dus. Dat is wel mooi. Hoe gaat het voor jezelf? Je hebt natuurlijk even een overal. Het is wel heel anders als jongelui ging nog haar rap. Had ze meerdere camera's, bij één take. Dus had ze de verschillende standpunten in één keer. En het budget was leeg, dus we moesten in een hoog tempo. Was één keer repeteren, één keer draaien en een kloor. Ja. Dit is wel, geeft wel heinig, hè? Dus dit is wel prettig, hè? Plezierig. Hè? Maar het is ook wel, hier moet veel langer wachten. En wachten kan ook wel. Voor ieder standpunt gaan ze niet alleen de camera verzetten, maar ook het leg en requisieten. En dat ben we zo drie kwartier of een uur wieder. En dan kun je de volgende teken en dan weer omdraaien en dan weer de volgende teken en dan komt er weer een wind of regen. Dus. Attentie! En actie! Hey, eerste dag voor jou, hè, vandaag? Ja, dit is mijn allereerste scène, heb ik net gedraaid. Wow. Ik had 3 zinnen. En dan zit je natuurlijk tegenover Herman Vinkens en dan, ook al zijn het maar 3 zinnen, denk je, ik moet al die 3 zinnen wel goed onthouden. En ook in de juiste volgorde zetten. Vindt goed? Ja, ik heb ze onthouden en in een goede volgorde gezegd. Maar als je ziet met wat voor mensen je op de set staat, ik was wel zenuwachtig. Ik moest er even doorheen. Je bent natuurlijk televisie maken, presentatrice, et cetera, maar actrice? Ja, maar dat ben ik het liefst. Ja? Ja, dat ben ik echt het allerliefst. Dat is, maar dat heb ik al heel lang, heel snel en lang geleden laten varen, die droom. Omdat ik dacht, er is geen droogbrood in te verdienen. Het is heel moeilijk om door te breken. En ik denk in de wereld van televisie en media en journalistiek is het makkelijker gewoon een rol te krijgen en iets naar je toe te trekken dan in een film. Dus, toen diende zich deze film aan, toen dacht je, ik wil het. Echt, hè? Echt? Ja, ja, niet echt. Je woorden zeggen, op dom vragen, maar ze dom mogelijk antwoorden. Laat ik de domme vraag dan maar stellen. Wat mooi. Hè? Wat mooi. Ja, het is sowieso een... dit is een film, het is aars als aars. Het is zeker ook geen Nijenhuisfilm. Johan, zeg ik waar, we wil ook één keer een andere soortige film maken. En Johan zei, dit is het eerste maal dat ik een film draai met geen happy end. Dus dat is ook wel mooi. En niet aan het strand. En maar met wat oudere leu. Ja. Ik loop uit de 64. Dus, Johanna, dat is Johanna ter Stegen. Ja. Dat is mijn vrouw. En ik ben Jan. En Johanna speelt Gerda. En Gerda helpt zoveel van mij. Dat ik het benauwd van krijg. En ik vind het is een hele authentieke film.